Wil je nou vooraf weten welke afstand je gaat lopen, dan heb je natuurlijk niks aan een sporthorloge of een app. Maar er zijn wel een aantal manieren om daarachter te kunnen komen. Hallo, welkom bij een nieuwe video van Wim Groendijk. Dit keer ga ik je vertellen hoe je kan bekijken hoeveel kilometer je hebt gelopen. En niet alleen achteraf je rondje, maar ook juist vooraf. Achteraf weet iedereen wel hoe je kan zien hoeveel kilometer je hebt gelopen. Maar vooraf kan je dat ook goed bekijken via verschillende manieren. En dat ga ik je bij deze video laten zien. En ik ga je daarnaast ook vertellen waarom het interessant is om te weten hoeveel kilometer je hebt gelopen en wat je met die informatie kan doen. Om te weten hoeveel kilometer je hebt gelopen is interessant. De volgende reden, in eerste instantie wil je weten hoeveel je ongeveer gemiddeld hardloopt, dus wat de snelheid is. Sommige hardlopers doen over een uur hardlopen 10 kilometer, sommigen doen 12 kilometer hardlopen in een uur. Dus met die informatie weet je ongeveer waar je staat qua hardlopen en dan zoek je informatie op het internet. Dan kan je met die informatie een juist hardloopschema vinden of dat soort zaken. Dus dat is één reden. Een andere reden om te weten hoeveel kilometer je loopt of hoeveel meter je loopt, de afstand in ieder geval, is bij intervaltrainingen. Intervaltraining kan je uiteraard ook op tijdbasis doen. Maar ik doe intervaltrainingen altijd eigenlijk op afstand. En dan loop ik een interval van 400 meter en dan neem ik 30 seconden rust en loop ik weer 400 meter enzovoort. Hangt er net af uiteraard welke interval ik loop. En daarnaast kan je ook door te weten wat de afstand die je gelopen hebt, weten wat je progressie is. Stel dat je 2 maanden aan het trainen bent en vooraf loop je in een uur 10 kilometer. Maar na de 2 maanden trainen doe je in het uur 11 kilometer. Zo weet je precies wat je progressie is. Dus daarom is het ook ideaal om te weten wat voor afstand je hebt gelopen. En nog een reden is, als je het bijhoudt, en dat doen de meeste apps wel, dan weet je ook ongeveer wanneer je hardloopschoenen toe zijn aan vervanging. Hardloopschoenen gaan ongeveer gemiddeld 1500 kilometer mee. Stel dat je die afstand al 2.000-3.000 kilometer op je hardloopschoenen loopt, dan zijn ze al ver voorbij de levensduur van de hardloopschoenen en dan heb je meer kans op hardloopblessures. Dus dat is ook een handige reden om te weten welke afstand je de afgelopen tijd hebt gelopen en om dat bij te houden. Nou, maar achteraf te weten welke afstand je hebt gelopen na je hardlooprondje is via verschillende manieren te doen. De meeste hardlopers hebben wel een sporthorloge of hebben een hardloopapp op de smartphone zitten. Je houdt exact bij welke afstand jij je hardlooprondje hebt gelopen en ook alle rondjes bij elkaar opgeteld. Dus achteraf is het vrij simpel om te weten welke afstand je hebt gelopen. Er zijn ook andere manieren. Je kan ook ongeveer, als je weet wat je gemiddelde snelheid is en hoe lang je hebt hardgelopen, kan je berekenen welke afstand je hebt gelopen. En ook heb je alleen een stappenteller, kan je aan de hand van het aantal stappen die je hebt gelopen ook berekenen wat je afstand is. Dus om achteraf te weten wat je afstand is, de meeste hardlopers gebruiken daarmee een sporthorloge of een app. En die houdt exact bij van welke afstand je in welke tijd hebt afgelegd. En zelfs wanneer je snel hebt gelopen of wanneer wat minder. Die houdt precies elke stap onderhand bij van wat je gedaan hebt. Dus om achteraf te weten is niet zo heel moeilijk. Heb je nog geen app of een sporthorloge, dan kan je bijvoorbeeld voor op je smartphone Runkeeper, Strava, Nike Plus downloaden. En voordat je dan gaat hardlopen, zet je de app aan dat je een rondje gaat hardlopen. En als je klaar bent, zet je hem weer uit. En dan berekent hij automatisch van welke afstand je hebt gelopen. Om vooraf nou te weten welke afstand je gaat lopen, heb je ook een aantal manieren. En je zou afvragen, ja, waarom is dat handig? Nou, als je hier gewoon in de buurt hardloopt, dan weet je ongeveer wat 5 kilometer is, 10 kilometer is, hoe ver je moet hardlopen om die afstand te bereiken. Maar stel je gaat op vakantie of je bent ergens waar je niet bekend bent en je wil bijvoorbeeld een 5 kilometer rondje lopen, dan kan je daar vooraf al gaan bekijken van oké, dit rondje ga ik lopen en dan weet ik precies dat ik 5 kilometer heb gelopen. En dat kan makkelijk gedaan worden via Google Maps of via afstandmeter.nl. Google Maps is iets makkelijker in gebruik, alleen niet zo nauwkeurig. Dus die scheelt wel een aantal meters in. Afstandmeter die berekent echt exact de aantal of wat afstand dat je gaat hardlopen. En dan ga ik je laten zien hoe je dat heel gemakkelijk kan doen. Ik ga je eerst laten zien hoe je via Google Maps kan opmeten wat de afstand is. En dat ga ik je aan de hand van deze screencapje laten zien. Ik heb hier Google Maps openstaan en we gaan eens kijken hoeveel kilometer het is om een rondje Kralingse Plas in Rotterdam te lopen. Dan begin je met de rechter muisknop van waar je wil beginnen.
zeg je afstand meten hier. En aan de hand van de afstand meten, nou, ik moet iets inzoomen, want ik zie dat we niet helemaal de wegen zien. Maar van punt naar punt kan je klikken hoe je route gaat zijn. Zo, dan gaan we hier even door. Bij Google Maps moet je hem wel echt precies over de lijn heen klikken. Want stel, ik klik hem nu van hier naar hier. Dan berekent hij de afstand van die ene punt naar het andere punt. En niet van uiteindelijk het pad ingelopen. Je kan hem wel bijvoorbeeld even weer ongeveer recht trekken. En dan loop je wel meer het pad. We kunnen hem even doorklikken. Je hoeft uiteraard niet helemaal nauwkeurig te zijn, omdat het meer om een indicatie gaat van wat de afstand is. Uiteraard, als je wat nauwkeurig bent, dan zal je iets nauwkeuriger afstand krijgen. Maar het gaat erom dat je ongeveer indicatie hebt van hoeveel kilometer je gaat lopen. Zo. En ik kom uit op 4,64 kilometer als ik een rondje Kralingsplas wil lopen aan de hand van Google Maps. Dus zoals je kan zien, het kost me een minuut tijd om te kijken van welke afstand ik wil gaan lopen via Google Maps. Vooraf ik hem al gelopen heb. Dus dat is soms ideaal om te weten. Een andere manier die iets nauwkeurig is om afstand te meten is via afstandmeter.nl. Het is eigenlijk mijn favoriet. Je bent misschien ietsje, kost je iets meer tijd, maar hij is wel iets nauwkeuriger. En hij pakt ook de paden bij mee die je wil gaan lopen. Dus dan ga ik je aan de hand van deze screenshot heb je ook laten zien. Nou, we zijn weer bij de Kralingse Plas, zoals net in Google Maps. Alleen dan in afstandmeter.nl. En we begonnen ongeveer hier. En bij afstandmeter kan je eigenlijk in één keer doorklikken naar hier. En hij berekent zelf ongeveer de weg die je gaat lopen. Nou, hier lopen we heen, dan gaan we hierheen. Zoals je kan zien, ik hoef veel minder kliks te doen. En hij neemt wel gelijk de hele weg mee. Soms gaat hij wel even verkeerd, dus dan moet je even een stapje terug doen. Dan pakt hij net een verkeerde weg of iets dergelijks. Maar meestal is hij wel erg nauwkeurig. Nou, we zijn nu al klaar. Zo. En we hebben een rondje van 5,07 kilometer. Dus je ziet wel dat hij iets langer is dan Google Maps, omdat hij wat nauwkeuriger is. Hij neemt echt de wegen mee in plaats van dat hij rechtstreeks een stuk afsnijdt. En je bent eigenlijk net zo snel klaar. Dit was wel een makkelijk rondje, maar stel dat er wat meer paden door elkaar heen lopen, dan zie je wel dat hij soms wat verschiet en dat je een ander punt even moet aanklikken of een extra punt. Afstandmeter is de ideale tool om vooraf ook te weten van hoeveel kilometer je gaat hardlopen. Probeer het eens een keer uit en je ziet dat het echt ideaal werkt. Zoals je hier kan zien, zie je het aantal kilometer die je ongeveer hebt gelopen, of die je gaat lopen. En een stuk nauwkeuriger en waarschijnlijk ook meer klopt als je dit rondje gaat lopen en achteraf meet. Van aan de hand van je app of aan je sporthorloge, dat deze afstand meer klopt dan die van Google Maps. En zoals ik al eerder zei, het is soms wel handig om vooraf te weten van welke afstand je gaat hardlopen. Je hebt misschien een idee van ik wil nu een duurloop doen van 10 kilometer en je wil eens een keer een andere kant op lopen. Dan is het ideaal om even vooraf even snel te kijken, oké, als ik mijn route zo uitstippelt, kom ik dan aan die afstand of moet ik dan een extra rondje lopen of kan ik hem iets uitbreiden. Of je bent op vakantie of ergens waar je niet bekend bent. Dan kan je vooraf alvast je route uitstippelen en dan weet je eigenlijk exact hoe je gaat lopen. Dat is gewoon fijn om soms te weten. En met deze tools zie je dat het niet zo heel veel werk kost om even snel op te zoeken voor hoeveel kilometer je gaat lopen. Dit was in ieder geval mijn video over bekijken hoeveel kilometer ik heb hardgelopen en hoeveel kilometer ik wil gaan hardlopen. Dus we hebben eerst gezegd over, na het hardlopen is het best wel vrij simpel om te weten hoeveel kilometer je hebt gelopen. En met deze tools zoals afstandmeter.nl en Google Maps kan je zo zien welke afstand je gaat lopen voordat je je hardloopschoenen hebt aangetrokken. Dus ik hoop dat je wat aan deze video hebt. Als je wat aan deze tips hebt of nog vragen hebt, stel ze in de comments hieronder. En wil je nou meer weten over hardlopen of trailrunnen in het algemeen? Abonneer dan zeker op mijn kanaal. Zo blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste video's over trailrunnen, hardlopen, reviews en eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft. Dit was in ieder geval Wim Groendijk en bedankt voor het kijken. Hoi!